Mijn naam is Philomena Bluijsen en ik ben hoogleraar binnenmilieu bij de faculteit bouwkunde, afdeling Architectural Engineering and Technology. En ik doe hier op deze plek doe ik onderzoek met kinderen naar het binnenmilieu. Het SenseLab is eigenlijk een onderzoeksruimte, maar ook een onderwijsfaciliteit en een kennisoverdrachtsfaciliteit. Het is verdeeld in twee delen. Waar we hier nu zitten, dat is het onderzoeksdeel. Dat is een ruimte waar we alles kunnen aanpassen wat betreft binnenmilieu. En het andere deel, dat bestaat uit vier kamers, testkamers. Dat zijn eigenlijk koelcellen waar we elk van de vier onderdelen van het binnenmilieu een testje mee doen. En daar kunnen kinderen, maar ook volwassenen, studenten, testjes doen met hun zintuigen. De leukste vond ik eigenlijk die virtual reality. Het was wel heel erg een beetje gek dat je dan ineens in een andere ruimte zit. Dat is nou eenmaal bij virtual reality. Ja, ik zat dus naast iemand anders en ik keek zo om me heen en ik was in een klaslokaal. En er zat niemand, dus ik ging zo voelen daar. En toen voelde ik, er zit daar niemand. Dat was wel grappig. We hebben gekeken naar verschillende soorten lichten en hoe je het in een klaslokaal vond. En dat was wel heel leuk. Nou, dat je gewoon deze tijd kon ruiken en allemaal geuren die je dan moest raden. En dat vond ik wel heel leuk. Het eerste doel is echt onderzoek doen. Maar met gebruik van de eindgebruiker van gebouwen. In dit geval de afgelopen weken de scholieren op de lagere scholen. De groepen 6, 7, 8. En aan de andere kant kennisoverdracht. Dat is een heel belangrijke. Ik heb gezien dat er heel weinig op dit gebied bekend is bij mensen. Op binnenmilieugebied. Nou, we zitten met 33 in de klas en we zitten niet heel groot. Lokaal. Dus dan wordt het soms in de zomer wel eens benauwd en heel druk. En toen hebben we een soort van U-vorm bedacht en dan zit de juf in het midden met haar instructietafel. En dan past het allemaal wat beter. En ook dat we één hoge kast hebben en niet meerdere kleine kasten, want dat neemt ook meer ruimte in. Een hele mooie robot die op zijn buik een airco heeft. En die kussens heeft, zodat op alle tafels kussens liggen, zodat je ook niet meer met je pen zo kan tikken de hele tijd. Hoe je je eigen binnenmilieu moet regelen, dat weet men eigenlijk niet. Nou, dat wordt eigenlijk geprobeerd in die vier testkamers, om mensen met hun eigen zintuigen in aanraking te brengen en te laten zien wat je kan doen in een gebouw of in een woonomgeving.